die dat niet doen. Mohammed begon in Mekka en hij heeft daar in 13 jaar ongeveer 150 mensen bekeerd met woorden. Daarna is hij naar Medina gegaan en daar is hij gewelddadig geworden. In 9 jaar heeft hij iedereen vermoord die tegen hem was. In Mekka is de Koran nog enigszins vredelievend, in Medina niet meer. U moet bekend zijn met het begrip abrogatie, dat latere, gewelddadige verzen beter zijn dan de eerdere. De latere verzen vervangen de eerdere. Ik noem u een voorbeeld. Nu geldt, bevecht de ongelovigen die niet geloven in Allah en zijn boodschapper totdat ze een bepaalde belasting betalen of totdat ze dood zijn. Maar vroeger gold iets in de zin van, ga kalm om met een ongelovige en laat hem voor een tijd met rust. Volgende citaat. Een Koran ontdaan van alle haatdragende verzen zou het formaat hebben van een Donald Duck. Mevrouw Sultan zegt er het volgende over. Daar ben ik het wel mee eens. Ik baseer dat op wat er geschreven staat in de Koran en wat ik erover heb geleerd. Op een vraag van de officier van justitie zeg ik dat ik geen deskundigheid heb over Marokkaanse jongens in Nederland. Zij verklaart vervolgens over de film Fitna. Ik heb de film vele malen gezien, maar niet meer in de voorbereiding voor dit verhoor. Ik heb de film gezien met Engelse ondertitels. Ik spreek Arabisch. Op vragen van de raadsman. U vraagt mij of het boek dat in het begin wordt getoond de Koran is. Ja, geen twijfel over mogelijk. U vraagt mij naar de vertaling van het woord Irab. Terrorisme. Of terrorisme. U zegt mij dat in de film moslims worden getoond die zich op negatieve wijze uitlaten over joden en homo's. En vraagt mij of deze beeldvorming is gebaseerd op de normatieve islam. Ja, de gedragingen in de film komen overeen met de Koranleer. De beelden komen overeen met de teksten in de Koran. Er is een Koranvers dat zegt, pak de ongelovige, zelfs als deze zich in een toren bevindt. Er zijn moslims die geloven dat hiermee de aanslagen van 11 september 2001 in de Koran staan. Geweld tegen vrouwen en homo's is een gemeengoed binnen de islam. Dat vloeit voort uit de leer. In de Koran staat bijvoorbeeld, sla je vrouw als ze weigert met je naar bed te gaan. In de Engelse vertaling staat hier, sla haar zachtjes. Dat bedoel ik met sugar-coated vertaling. In de originele Arabische versie van de Koran staat er niet dat je haar zachtjes moet slaan. Over homo's wordt gezegd dat je ze moet meenemen de berg op en ze er vanaf moet gooien. Volgens mij staat dat in de sharia. In de sharia staat zelfs dat wanneer een vrouw die nog maagd is de doodstraf krijgt, zij eerst verkracht moet worden. Aldus mevrouw Sultan. Dan op vragen van de officier van justitie zegt mevrouw Sultan nog het volgende. U vraagt mij wanneer ik voor het eerst mijn bedenking kreeg bij wat de islam mij leerde. Ik heb mijn man ontmoet in 1975. Hij is als moslim in Syrië geboren, maar hij is er vanaf gestapt. Nadat zijn vader was overleden, is hij door een christelijke vriend van zijn vader opgevoed. Al bij onze eerste ontmoeting probeerde hij mij te veranderen, maar ik was zo koppig als een rots. In 1978 was ik getuige van de moord op mijn professor door de moslimbroederschap. Ze doorzeefden zijn lichaam met kogels, terwijl ze schreeuwden, Allah Akbar, Allah Akbar. Toen begon ik vragen te krijgen. Ik durfde niet te twijfelen aan de islam, maar ik had wel vragen in de trant van, wat voor een soort Allah staat dit soort misdrijven toe? Hebben deze mensen de islam verkeerd begrepen? Of ligt het probleem in de islam zelf? U zegt mij dat er zo op het oog een bepaalde contradictie is tussen de islam die vrouwen onderdrukt en mij die een psychiatrische opleiding heeft gekregen. Syrië is een relatief seculier land. Zoals ik in mijn boek ook beschrijf, werkte ik in de Verenigde Staten in het begin als cashier bij een benzinepomp. Ik werd daar als vrouwelijke cashier beter behandeld dan als psychiater in Syrië. Bijvoorbeeld, in Syrië werd ik lastiggevallen door mannelijke collega's. Ik kan daar niet tegen ageren, want volgens islamitische regels moet je als vrouw met 4 getuigen aankomen. Dat staat in de Koran. Als ik dat niet zou doen, zou ik worden aangeklaagd wegens overspel. In de Verenigde Staten werd ik niet eens lastiggevallen en als dat zou zijn gebeurd, dan had ik juridische stappen kunnen ondernemen. Ik geef u een ander voorbeeld. Mijn 2 jaar jongere broer heeft niet eens zijn middelbare school afgemaakt, maar bij afwezigheid van mijn echtgenoot moet ik hem om toestemming vragen om te gaan wandelen. In de Verenigde Staten zou dat natuurlijk niet hoeven. U vraagt mij waarom deze verschillen samenhangen met de islam en niet bijvoorbeeld met geografische cultuurverschillen. De manier waarop vrouwen worden behandeld is beschreven in de Koran.
Als je vrouw jouw instructies niet opvolgt, sla haar. In de Koran staat ook dat vrouwen geestelijk onvolwaardig zijn om voor zichzelf te zorgen. U vraagt me of ik mij zorgen moet maken om mijn veiligheid in verband met de boodschap die ik uitdraag. Jazeker, ik leef ondergedoken. Ik was mij bewust van de prijs die ik moest betalen voor het uitdragen van mijn boodschap. Toch ben ik blij met het leven dat ik leid. Ik ontvang dagelijks doodsbedreigingen. Bijvoorbeeld e-mails met de tekst: we weten op welke school jullie kinderen zitten. De meeste bedreigingen zijn in het Arabisch en anoniem. Eén keer kwam een groep die zich de soldaten van Allah noemt met een lijst van 30 namen, waaronder die van mij en 4 andere in de Verenigde Staten wonende mensen. Ze hadden een fatwa uitgesproken over deze mensen. En ook deze verklaring is door mevrouw Sultan ondertekend. Ik kijk even naar de klok. Dan ga ik verder met de verklaring, althans het stukje wat wij gekregen hebben van meneer Moscovici, wat geschreven is door Rafael Israeli. En ik vroeg me even af, ik neem aan dat uw verzoek is om dat onderdeel uit te laten maken van het dossier, omdat ik het moet voorlezen. Daar is geen bezwaar tegen. Geen bezwaar tegen. Ik lees het stuk voor. Ik zie het voor de eerste keer, dus ik hoop dat u het mij vergeeft als ik het misschien niet helemaal goed doe gelijk. Ik ben voorvaat vergeven. Naar mijn mening is het juist om te stellen dat de islam ernaar streeft om andere beschavingen te beheersen en te onderwerpen. Dit op basis van de doctrine van de jihad, die stelt dat de islam superieur is en dat het noodzakelijk is alle andere geloven in om deze beschavingen te onderwerpen. Zie ter referentie het meest recente boek van Mark Dury,